Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe digitale gymles van Regiekracht. Ik ben meester Bob en vandaag gaan we een sportbordspel spelen. Om dat sportspel te kunnen gaan spelen, hebben we nodig een papiertje en een stift. Ga die maar eventjes pakken en ga daarna naar de knutseltafel toe, want eerst moeten we een spel gaan maken. Zorg ervoor dat je onder jouw papiertje nog een paar papiertjes hebt liggen, zodat je geen vlekken maakt op de tafel. Dan kunnen we aan de slag met het maken van het speelbord. Als je het speelbord hebt gemaakt, is het belangrijk dat we op elk vakje iets gaan invullen van een sportactiviteit die we gaan doen. Dus bijvoorbeeld 5 keer opdrukken, 10 keer hinkelen, 2 koprollen. Zo, inmiddels heb ik ook alles ingevuld. Op deze manier kun je precies zien als je op vakje 3 staat bijvoorbeeld, dan moet je 5 sit-ups doen. Sta je op 6 moet je 2 keer een handstand doen. Op 9 moet je muur zitten. Er zijn heel veel verschillende opdrachten die je moet gaan doen als je dus op dat vakje komt. Het enige wat je nu nog nodig hebt is een tegenstander. Vraag aan je vader, je moeder, misschien je broertje of je zusje of zij tegen jou het spel willen gaan spelen. Kan je nou niemand vinden? Dan kun je het spel ook tegen mij spelen. Want ik ga nu ook het spel starten. En ik geef jullie elke keer 30 seconden de tijd ongeveer om de oefening uit te voeren. Red je het nou niet binnen 30 seconden, zet het filmpje dan op pauze. En wij gaan dan het spel tegen elkaar spelen.